In deze film verbouwen we een foto tot een miniatuureffect. En dit miniatuureffect zou je in het echt kunnen bereiken met een speciale tilt-shift lens. Maar dat zijn vrij prijzige lenzen en ook vrij beperkt inzetbaar. Het zijn wel hele mooie lenzen overigens. Maar je kunt het principe daarvan ook gewoon prima namaken. En ook in Snapseed. En dat doe je hiernaast door op het potloodje te klikken. En dan heb je daar het filter zitten, focus effect. En standaard gezien komt dat met een soort van radiaal focus effect. Maar ik wil het lineair hebben, alsof we naar een soort miniatuurstad kijken. En dat kun je bereiken door hieronder op te tappen. Nu staat er elliptisch en tik je daarop, dan staat er lineair. Ik beperk me even tot lineair. Elliptisch ga ik nog een keer met een andere foto doen. Wat je standaard voor je krijgt is deze blauwe stip en twee lijntjes. Er zitten nog twee andere lijntjes bij, maar die zijn nu niet goed zichtbaar. Die komen dadelijk wel in beeld. Het blauwe stipje, dat bepaalt eigenlijk je middenpunt. En je kunt hem met je vinger, als je hem ingedrukt houdt, gewoon verplaatsen. En als ik hem bijvoorbeeld even wat hoger til, dan zie je één van die andere twee lijnen die niet zo goed zichtbaar zijn als hij gewoon netjes in het midden staat. Het gebied tussen deze twee lijnen, daar is de foto scherp. En als ik met twee vingers dat een beetje dichter bij elkaar ga brengen, dan komen die twee andere lijnen beter in beeld. En dan is het ook makkelijker uitleggen. Het middelste gebied, dat is scherp. En buiten de twee buitenste lijnen, daar is het vaag. En die twee gebieden daartussenin, daar zit het verloop eigenlijk in. Nou, je kunt dus gewoon heel eenvoudig met je vingers uit elkaar of naar elkaar toe het gebied kleiner en groter maken. En als je je vingers gaat roteren, dan kun je het ook nog een keer verdraaien, het effect. Laat ik het even een klein beetje in het verlengde van de weg zetten, gefocust hier op de bus en de taxis. Nou, dan kun je een aantal dingen in het filter aanpassen. Dat vind je hieronder bij aanpassen. Als je daarop klikt, de allereerste is vervagingssterkte. Hoe vaag moet het worden in de buitenste gebieden? Nou, als ik dat bijvoorbeeld even eens helemaal naar 100 breng, dan zie je daar gewoon het beste het effect in. Dit is nou even niet mooi voor de foto dadelijk, maar het gaat er even om dat je goed ziet wat de bedoeling is. Nou, en die mate van vervaging, het middelste gebied is scherp, de twee buitenste zijn onscherp en daartussenin heb je dus het verloop van je vervaging. Dat kun je bij aanpassen ook nog een keer kiezen en daar heet het overgang. En maak je dat groter, dan zie je dat de twee lijntjes verder naar buiten gaan en dan wordt jouw verloop dus gewoon fijner. Ik hou het in dit geval redelijk klein en ik kies voor een mindere vervaging. Zoiets als dit. En tot slot had je nog een derde optie en dat is de mate van vignettering. En met de vignettering kun je een klein beetje toevoegen door het naar rechts te schuiven of je kunt er gewoon helemaal niks in zetten. Een klein beetje is in dit geval wel fraai. En dan heb je hieronder nog stijlen staan. Dat gaat eigenlijk over het circulaire filter, maar dat ga ik een andere keer behandelen. Ben je klaar? Klik even op het vinkje voor oké. En ik zal je even laten zien wat dus de verschillen waren. Dit was het origineel en dit is het dus met effect. En zo eenvoudig is het dus om van je foto een miniatuur te maken. Waar werkt dit nou het beste mee? Dit werkt eigenlijk het beste met foto's die ook van een hoog niveau zijn genomen. Dus waarbij je echt als een vogel boven alles uitkijkt. Daar kun je dit effect gewoon het beste mee simuleren. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en doei doei!